Zondag 20 augustus gaat de documentaire Strandraar Tucker Clan in première op Fox Sports 1. Deze week werd de docu bij café Jansen en Jansen alvast aan een select gezelschap vertoond. Je hebt een soort stereotype natuurlijk van de Tucker rondtour die wel van een drankje houdt en een feestje houdt. En dat is ook wat je aan de oppervlakte ziet. Je ziet heel veel Tuckers die ontzettend veel plezier hebben en vooral heel veel drinken. Daar zie je niet altijd wat eronder ligt. Over en weer, hoeveel die mensen eigenlijk om elkaar geven, dat er iets heel bijzonders is ontstaan uit toeval. Dat zie je niet direct. Je ziet vooral veel feest. En dat had ik ook wel een beetje verwacht. Wat ik niet kon weten was wat voor personen Jim en James zouden zijn. Eigenlijk de hoofdpersoon van deze film. De hoofdpersonen die ook, waar het allemaal mee begonnen is, met Dennis van Uden, een Twente supporter die terminaal ziek was. Dus toen ik Jim en James ontmoette en dat is gewoon geweldig als je meteen het gevoel van, wat zijn deze mannen goed. En zo'n Jim als die gaat vertellen, dan word ik al helemaal, ik luister gewoon graag naar die man. Nou, als ik al als eerste kijker zeg maar gewoon tegenover iemand sta en graag naar hem luister, dan heb ik goede hoop dat het ook wel overkomt in een film. Als ik graag naar hem luister, zal een ander dat misschien ook wel graag doen. Dus het ontmoeten van Jim en James was voor mij een heel fijn moment, omdat ik meteen wist van deze mannen zijn gewoon goed. In 2006, the phone call came. And that's how it all kicked off. Whoa. We hadn't a crystal ball to see what was going to come out of what we'd done. It was, and that's the purity of the whole thing. It wasn't done for financial reasons. It certainly wasn't done because we would think Stranraer would ever play FC 20 in Stranraer. We only did it for the one reason, and that was for Dennis. Ik vond hem heel mooi. Je kunt hele mooie beelden maken, maar hoe je het in elkaar zet en welke stukjes, ik vond het geweldig. Het is best een beladen verhaal. Het is begonnen bij een jongen die terminaal ziek was. En dan voelt het alsof er iets meer gewicht in de schaal wordt gelegd of zo. En dan wil je des te liever dat die personen, zijn nabestaanden, de mensen die er diep zijn betrokken zijn, dat die ook denken van dit is ons verhaal, dit is zoals het verteld moest worden. Zoals hier. Zijn jullie dat hier? Nee. Buffalo Connie. His boy's 10. Name Dennis passed away. We thought it'd be a nice remembrance to have a stone to remind us of the great day that we had when we came here with Dennis. Mijn naam Jim is best een emotionele man of een sentimentele man. Er zijn diverse momenten geweest en niet eens al die momenten zitten in deze documentaire dat hij breekt omdat hij nog steeds heel ontroerd is door hoe het verhaal begonnen is. Eigenlijk op een rare manier. Dennis van Uden, hij heeft hem misschien heel zijn leven 14 uur ontmoet. Hij heeft iets gevoeld met die jongen. En in zekere zin mist hij hem nog. En als hij dat dan laat zien en je trekt heel intensief op met iemand, dan voel je een beetje met hem mee als zoiets gebeurt. Dus het raakt me wel degelijk. Nog los van het verhaal of mijn plan of dat ik bezig ben om aan iets moois te werken. Ik denk dat het, voor de mensen die het nu gezien hebben, zijn er heel dichtbij geweest. Maar ik denk dat het mensen die er niet veel mee te maken hebben, dit verhaal wel aan gaat grijpen. Deze was fantastisch om te doen. Dat kan ik zeggen. Anderen waren ook fantastisch om te doen, maar naar Schotland gaan. Het is ook een bijzondere, aardige, schijnbaar eenvoudige, maar ondertussen gewoon heel bijzondere mensen ontmoeten. En dan nu bedoel ik in het bijzonder Jim en James. Ja, dat is helemaal te gek. Dus in die zin was dit een bijzonder project, wat ik ontzettend leuk vond om te doen.